Zo, en wat heb je nou weer vandaag allemaal weer gezien? 8 bomen die omgewaaid zijn. Ja. Loffie die heel erg snel kan rennen. Ja. Bijna even snel als, als Lady. Eentje schuiven en dan zijn ze er weer. Ilja. Goedemorgen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag alweer donderdag 18 januari 2018. Het is nu net 10:55 geweest. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst. En blijf kijken. Lady. Lovely. Alt. Dat is mijn camera hoor, schat. Ja, maar vrouw, ik wil op die bank. Ja, dus. Je kan zoveel willen op die bank. Nou, ga dan op de bank. Maar zeg maar, als jij nou even je schoenen aantrekt en ons even te eten geeft. Eten? Wil je eten? Wil je eten dan? Hé. Hey. Wil je eten? Lovely. Wil je eten? Nee, dat is mijn camera. Doos. Mutti. Nee. Wat dan? Hé, hey, Ire. Nee. Nou, daar zit Speedy. Ja, ik moet nog even weer wat opruimen. Maar dat maakt niet uit. Wil jij eten dan? Rottig op je. Rottig op je. Oh ja. Mama, kijk, die petsen, daar heb ik het nu continu over. Moet nog ook even opruimen. Komt zo wel. Mam, als je nou ons even te eten geeft, dan kun jij je schoenen aandoen, dan kun jij je jas aandoen. Dan kun je het weer even opschrijven in mijn dagboek. Ja, en vandaag dan komt er nog een pakketje binnen van de DHL. Ja. En nee, vrouwtje wordt nergens voor gesponsord, want vrouwtje moet alles zelf maar betalen nog, hè? Ja. Vrouwtje moet ook nog zoveel zelf betalen. Ja, maar dat maakt niet uit, geeft niet. Helemaal niks. Helemaal niks. Helemaal niks. Nee. Ja. Hé, hey, Lovely, kijk eens. Ga eens maar zitten. Nee? Maar dan niet. Oké, okay. Nee, ik ga mijn schoentjes aantrekken. Ik ga hun even eten geven. En dan komt het helemaal dik. Prima. In orde. Toch, love? Kijk eens. Lovely, kijk eens. Wil je eten? Wat heb jij nou weer te pakken dan? Nee, los, los, los. Los, los, schat. Ik weet niet wat. Kom eens hier. Sorry. Wat is dat? Wat heb je nou weer te pakken dan? Ja, los. Waar heb je het dan? Oh, hier al. Nee. Ze had dit. Nee. Ze had dit te pakken. Kijk. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ze had dat te pakken. In de baggie. Nee, dat is niet voor jou, niet. Nee. Tutola. Ja, ik ga net mijn schoentjes aan doen. Ik ga hun even eten geven. En dan komt het helemaal zo meteen weer goed. Oké, ik ben aan het lopen. Ik was even aan het bellen en met een roderik. Nou, en dit doet dus natuurgeweld. Een hele boom omver. Vijf bomen. Nee, we gaan hier even eroverheen. Het waait nogal hard, dat weet ik. Sorry daarvoor, mijn excuus, maar ik wilde het gewoon even jullie laten zien. Dit doet dus een natuurgeweld met en met ons. Kom! Dan ga ik ook niet daar naartoe. Veel te gevaarlijk. Doe ik niet. Ja. Kijk dan. En er zijn nog meer bomen om, zie ik al van rood.
dit doet dus natuurgeweld met ons, mensen. Hit hem maar, lady. Kom. Lady, kom. Eroverheen. Kom. Lovely, nee. Lady, kom. Deze kant weer even op, schat. Dit doet dus een boom. Ja. Hè? Maar dan ga ik ook niet daar naartoe. Dat vind ik te gevaarlijk. Donnie, mee. Zo, mensen. Hé, 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 kleine. Ga jij eens even die kant op. Goed zo. Nou, dit doet dus natuurgeweld, hè? Ja. Mijn klepje. Zo, hè? Dan zitten jullie weer lekker in de knoop. Nee, kom maar, kom. Ha, het waait nogal woeit. Kom maar. Ha, nou, dan kunnen die belletjes ook wel weer af, want ik wil eigenlijk daar naartoe. Maar oké, dat gaan we er nu niet doen, nee. Even zometeen jullie belletjes er vanaf halen. Ja, zo. Boompje nummer 2. Ze rijden allemaal gewoon stevig, hoor. Nee, dit is niet zomaar een boompje. Nee, het is een boom. Lady, vooruit blijven lopen. Ja? Kom. Nee. 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 Kom. Wachten. Wachten. Goed zo. Nee, kom. Ja, natuurgeweld heet dat. Kom, deze kant, schat, kom. Goed zo. Ja, wat is er? Daar kijk je allemaal naar. Ja, ik hoor je niet. Ja. Ja, dat is pittig. Nou, ik heb een lekkere eitje voor mijn neus met lekker 2 broodjes. Deze ligt lekker bij me. En dan ligt er iemand anders. Ja, heel lief. Daarom. Ja. Ja. Nou, draakje hebben we daar. Oh, daar hebben we Speedy. Ja. Nou, en ik ga even eten. Ja, precies. Nee. Ja, en toen. En toen. Ja, en toen. Ja, en toen dan? Wat gaan we doen dan, kleine? Lovely. Kijk eens. Cookie. Nee, eet cookie. Hi. Knuffel. Mag ik knuffel dan voor jou? Kom eens hier, knuffel. Kom dan. Niet knuffel. Mama, knuffel dan. Kom eens hier. Knuff.
Niet? Wil jij niet knuffel geven? Wil je dat niet? Lady. Blijf gewoon even doorgaan met stoeien. Dan vind ik het geweldig. Dat zeg ik dan. En dan ga ik filmen en dan gaan jullie stoppen. Lovely. Ze is moe. Heb jij een balletje? Hè? Heb jij een balletje dan? Heb jij een balletje? Kom hier. Zitten. Zitten. Joehoe! Poot, mag ik pootje voor jou? Lovely, kijk. Nou, ik heb even overleg gehad met Roderick. Ja. Wij gaan bij 500... Nou, ik eigenlijk. Het is mijn kanaal. Maar, ja, ik heb sowieso even overleg gehad. Maar ik / wij gaan dus twee acties aan de deur uit doen met 500 abonnees. Dus, met 500 abonnees gaan dus twee acties uit. Een doos Merci chocolade en een leuke fotoshoot. Dus ik zou zeggen, deel deze video sowieso. Alle video's, maakt niet uit. Gewoon alle video's die je leuk vindt, gewoon lekker delen op jouw Facebook of wat dan ook. In Instagram, Tumblr, weet ik veel hoe dat heet. Ga zo maar door. Deel het en zorg maar voor dat ik 500 abonnees krijg. Misschien dat jij de gelukkige eronder bent. Ik zou zeggen, doe je best en laat leuke reacties achter. En dan komt het nog sowieso een actievideo aan waar het er ook in zit. Een leuke video, ik bedoel een leuke fotoshoot. En dat ik ook alles die doos Messi al in huis heb. Dus... mocht je de winnaar zijn, dan komt dat helemaal in orde. Want ik zit dus nu op dit moment op 221 abonnees. Het is nu 18 januari 2018, net 15:32. Dus als je deze kijkt, is het alweer een week later. Dus misschien ben ik dan alweer ruim omhoog. Maar al sowieso deed het al. Dat zou ik onwijs top vinden. Nou, ik had de honden wat beloofd, dus belofte maakt schuld. Het is nu 4:30, dus ik ga zo meteen mijn broekje aandoen. Ja, mijn Neva broekje. En dan gaan ze allebei aangetuigd worden. En dan heb ik zo meteen mijn handjes vrij, dus kan ik een vlog wat ik zo meteen wil. Joehoe. Hoe bedoel je, ik laat rustig twee honden uit. Ik heb dus mijn Neva broekje aan. Ik zal even straks, als we wat verder zijn en meneer achter mij die heeft post ingeleverd, zal ik daarna weer even opnieuw even vloggen. Maar dat is ideaal hoor. Twee honden uitlaten. En ik heb mijn handen gewoon vrij. Ja. Hoe broei, ik laat even twee honden uit. Geweldig.
Ja, kom maar, lopen. Goed zo. Keurig. Wat je zelf nu ziet, ervaart. Ja, Karin loopt nu lekker. Handsfree, honden uit te laten. Helemaal tof. Straks nog een hondje erbij. Ja. Maar die heeft geen mooie, hoe heet je ding? Een neewaarlijn. Nee. Dat is wel jammer. No fucking way. Kijk, het zit hier aan vast. Ja, het is maar even vast. Oké, het is lekker zonnig. Sowieso. Daar staan twee dames. En de gevaarlijkste honden die zijn losgelaten. Ja. Zoals hetgeen en Deen hier in de wijk vertellen. Lady is heel gevaarlijk. Ja, en die blijf ik er maar in gooien, want zo gevaarlijk is ze niet. Nee. Want, oh ja, en ze zou bijten. Nee, het is niet bijten, het is gewoon corrigeren. Ja, kom maar. Ja, maar waar ga jij naartoe dan? Hey. Nu al los, ja, nu al los, ja. En lekker allebei belletjes aan, want ze zijn de enigste hier in dit park. Met belletjes. Je wordt licht, meid. En nou mag je lekker loslopen en met alle honden spelen. Nou hoef ik je ook niet meer vast te houden. De 12 weken prikken hebben ze al gehad. Dinsdag. Ja. Dat was de 16e. 16, 17. Ja, 16e. Joe, daar is de een. En daar komt de ander. Zo, weer een stukje natuurgeweld. Hier in het park. Het is nou lekker rustig qua waarstorm. Dus ja, dan ga ik het gewoon er maar op wagen. Joehoe! Zo, welke boom is hier omgevallen dan? Bij! Oh, vanaf zo dan! Ja. Vanaf daar! Kom, honey! Wauw! Ben ik blij dat ik hier niet heb gelopen? Gaaf, hé! Ja? Ja? Gaaf, sorry, maar ik vind hem echt kikker, ja? Hier, oh mensen, dit is gaaf, sorry. Maar dit is gewoon een stukje natuur. Wat hier al is gebeurd. Kijk dan. Helemaal daarvan afgevallen. Gaaf, hé. Ben ik blij dat ik hier niet heb gelopen vanochtend. Hé. Oh, daar nog een boom om. Hoi. Kom maar. Lovely. Alleen mijn hondjes. Joe. Allemaal hondjes. Hey, blije kinders. Kom maar. Kom maar. Ja. Dat staat wind, ja. Je hebt je op in die boom. Ook weer een stukje natuurgeweld. Geweldig. Daar ook nog een vette mooie boom. Helemaal daar. Oh, mooi. Gaaf, hé. Kikken. Gewoon eventjes het park in. Heerlijk. Park, bos, bos, park. Ik vind het helemaal prima. Door. Door. Goed zo. Dit was er al, maar Dina niet. Over de... Gaaf. Een valk. Een valk. Oké, die moet ik heel even in de gaten houden. Die moet ik even in de gaten gaan houden. Loop maar gewoon mee. Want die heeft een keertje Tyson een keertje gepakt.
Lekkere meisje. Hey, kinders. Ja, lopen jij. Hoi. Ja, kom. Ga mee. Kom maar, goed zo. Zij loopt wel mee hoor. Zo over het water. Hé, hey, kikken. Hé, hey, dit is gaaf. Wauw. Twee bomen zelfs, hé. Gaaf. Ik ga hier al wel even. Wauw. En daar ook nog meer. Ja, straks. Heb ik al gedaan. Ik heb al een mooie foto ervan gemaakt. Daar ook een. Wauw. Ja, plonzen zo en ik ga je niet redden. Sorry, dat is in principe mijn plicht, maar ik ga mijn en mijn eigen gezondheid gaat voorop. En mijn eigen veiligheid bedoel ik. Hey, grote meid. Grote meid, kom maar. Kom maar, ja. Hey. Hey. Kom op, jontje. Oké, okay, nou schijnt de zon dus niet. Dus ik kan nu even een hele mooie filmpje maken. Dit is een hele extreme natuurgeweld, vind ik. Dit is een hele extreme. Moet ik zelf ook niet gaan vallen. Deze grote boom, niet deze boom, maar... Ja, ga eventjes uit het beeld, joh, mafkees, ja? Dank u wel. Ja, dank je. Top. En maar deze boom, die heeft dus een andere boom weer meegenomen. Dat is dus deze boom weer. Dat ligt helemaal over het water. Oeh, gaaf wil je het hebben. Nou, dan ga ik er nog even omheen lopen. Uitkijken voor de... Dat gaat niet, schatje. Kom maar, kom. Hij gaat daar onderdoor. Ja, ook goed. Kom maar, lady. Kom, lady, kom dan. Kom. Kom maar. Die is helemaal en door de dolle heen, die kleine ook. Zo. Zo. En dan hadden we hier nog een boom. Ja, kijk even uit. Ga even. Ja, ze is nog klein. Ja? Ja. Mooi. Goed zo, Roderick. Ja. Ja, en toen kon je hier dus niet langs, nee. Heb je mijn kaartjes nog? Deel ze even uit. Het is toch gaaf. Gewoon weer een mooi stukje natuurgeweld gewoon. Zo, en wat heb je nou weer vandaag allemaal weer gezien? 8 bomen die omgewaaid zijn. Ja. Loffie die heel erg snel kan rennen. Ja. Bijna even snel als, als Lady. Ja. Lady was altijd 2-3 keer zo snel. En nu zit, ik hou je bijna bij. Ja. Dat was wel interessant. Dat is mooi. En een Rhodesian Ridgeback. Hond. Nooit van hoor. Nee, ik ook niet. Googelen wat het precies is. Ja. Het is ietsje groter, zeg maar. Ja. Niet zo groot als de Ierse wolfshond, maar het komt in de buurt. Nou, en je hebt dus nu ook een hazenwindhond gezien? Ja, een Spaanse deze keer. Ja. Een bruine. Ik ken alleen maar eigenlijk de grijze met wat een beetje langer haar. Deze was kortharig, bruin, rood. Ja. Een collie volgens mij. Ja, dit is inderdaad een collie volgens mij. Geen collie, maar een gewone grijze collie. Ja. Zo, jongens, is dit een boom? Nee, het is geen boom. Hij is al in een paar aantal x-stukken. Ik kan er niet eens omheen. Het is gewoon een hele mooie grote tak. Ik zal even wat lichter maken.
kijken, kijk. Kijk hoe die is. Oh. Ja. Ja. Ja, en toen? En toen zat ze. Kom maar. Kom. Goed zo, kom maar. De ronde door, kom maar. Goed zo. Hé, hey, wat word jij weer mooi licht. Lovely. Hey, kom maar. Wat zo, grote meid. Oh, wat zie jij eruit, Ro? Nee, je broek is helemaal groen. Aan de binnenkant. Zo ga jij niet op en op mijn bank zitten. Echt niet. Die staat er mooi op, maat. Nou, en toen waren we weer allemaal aangelijnd. Ik ga even kijken wat er aankomt. Dat is mooi. U kan daar dan niet in, hoor. Want het is helemaal... Ja. Oké. Okay. Dat was een step. Hele goeie. Ja. Kom maar. Goed zo. Nou, en dan waar ik dus mijn hart voor wil maken, moet wel heel veel hekken eromheen. Ja, kom. Dat is deze weiland. Daar zat in principe bijna nooit, in deze 5 jaar dat ik hier al in deze buurt woon, nog nooit vee opgestaan. En is een onwijs grote weiland. Kun je hem even overpakken, want ik heet hem... Nee, ja, dat... En dat ken ik ook zelf eigenlijk. Kom eens hier. Kom hier. Daar is ik al. Er moet wel behoorlijk wat gedaan worden. En blijf wachten. Niet daar naartoe. Dan zeg ik, er moet heel wat gedaan worden. Maar ik laat jullie het wel even helemaal zien. Kom maar, dames. Kom maar. En ermee. Zo. Dus je kan eigenlijk hier een ingang maken, maar dan moet je dus wel eerst door het bospark lopen, een stuk, aan de lijn. Heb hier dus een heel mooi pad, waar dus ook nog langs kan. Het is hier een beetje drassig nu, dus ik loop even veilig hier omheen. Ja, doe maar, kom maar. Doe maar, meisje. Ja, kom maar. Nou ja, en dan hebben we hier dus ons mooie Louwman Museum. Nou, kijk eens hier, wat een mooi hectare grond wat we hier dan hebben. Zo onwijs mooi. Ja, het is hier echt drassig. Deze kant, schat. Schatje, deze kant op, kom. Deze kant op, kom maar. Goed zo. Ja, ondertussen ben ik gewoon nog mijn hond aan het uitlaten, ja. Kom maar. Ja, gezondheid. Ik ga deze kant op, schat. Kom even deze kant om. Op. Even erlangs. Kom maar. Lopen. Goed zo, keurig. Wat zijn jullie braaf trouwens eigenlijk, zeg, vandaag nu. Mooi. Zeg maar, we hebben gerend. Blijf even wachten hier. Wachten. Zo. En dan kom ik zo meteen terug als ik aan de andere kant ben. Want anders wordt deze vlog wel heel lang. Nou, dan zijn we bijna bij het einde van dit pad.
kijk, daar komen we vandaan. Kijk. Heel mooi groot, lang pad. Nou ja, groot niet, maar een lekker paadje dit. Gaan we hier houden zo meteen overheen. Over dit bruggetje. Over dat bruggetje, dit bruggetje. Hij is bang voor kletspoten, denk ik. Weet niet, maar oké. En zij heeft er weer zin in. Doe maar, lady. Doe maar, kind. Zo, je kan er ook niet langs. Kak. 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 Kan er daar dus ook niet langs. Kak. Ik denk, nou, dan ga ik hier langs. Maar misschien ben ik slimmer dan, en dan de meeste mensen. Ik weet het niet. Het zal wel weer. We gaan het gewoon zo meteen meemaken. Wie er hier een slimmer is. Wat denken jullie? Kom ik hier langs? Oh, ja, ik heb weer beeld. Hè? Kom ik hier langs op of kom ik hier langs? Hij is dan wel heel erg overbelicht trouwens. Jawel toch? Nou, we stonden dus net aan de andere kant. Vroeg ik nog van... Komen we er langs? Ja, we zijn er langs gekomen. Ja, met de nodige arbeid. Verricht. Ja, gaan we weer mee. En bij de gemeente een melding gemaakt. Dat nu, even kijken. Kom maar. Die bomen omgevallen zijn. Kom maar, helemaal mee. Omgewaaid. Kom maar. Ja. Maar, het gaat dus niet om deze weiland. Nee. Het gaat om deze weiland. Er moet heel wat gedaan worden, wat ik al zei. Heel veel hekken eromheen. Maar oké, dat maakt niet uit. Het is alleen maar leuk. Heeft de gemeente weer wat te doen? Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ik ga hier al lekker leuk. Ja. Leuk. Heerlijk. Het is hier ook lekker rustig. Het is ook lekker weer nu. Het waait niet zo hard. Kijk. Zeg ik al, dit is een scala van een heel groot weiland. Ja, kleine. Kijk, en er zit wel weer een slootje tussen. Maar je kan ook met... Hier, dan kun je eroverheen. Dan kun je met deze gebruik maken. En dan kun je dus helemaal op het end dus ook. Dus dat is wel grappig. Dus als we allebei kunnen krijgen... Helemaal geweldig wezen. Eigenlijk. Kijk, want hier heb je een klein dammetje. Dit zijn eigenlijk twee weilanden. Maar ik wil dus ook allebei hebben. Zodat de hussen lekker kunnen spelen. Gaan jullie weer mee? Ja. Dus dat zeg ik, dan heeft de gemeente heel wat te doen. Maar dat is alleen maar leuk voor de gemeente. Dat zeg ik, want deze is gewoon huge. Dus eens een keertje even met een paar huskies-eigenaren hier gewoon even langs lopen. Even kijken wat ze van deze grote oppervlakte vinden. Ja. Kom maar, schat. Kom maar. Kijk, en daar hebben we een heel laag hekje. Ja, goed zo. Deze kant, schat. Deze kant, kom maar. Deze kant. Ja, dat ben je nog niet gewend, hè, met deze lijn. Nee. Ja. Goed zo. Treintje spelen. Zo. Leuk. Ja, lopen. Sorry, schat. Sorry, schat. Vuurwerk. Ja, leuk. Was al van de week al zo. Zo. Dit wordt wel een huge lange vlog, maar oké. Okay. Het is hier een beetje drassig, maar ik ga er niet helemaal naartoe. Maar eigenlijk moet dit eigenlijk een soort van de grote ingang worden. Naast de vlindertuin überhaupt, Rijksbergen. Dan heb je een huge van een weiland. Dus ik hoop dat de gemeente hier mee akkoord gaat voor onze hondenspeeltuin. Mag ook wel eens een keertje. Zo laat je dus honden uit. Handsfree. Simpel. Zit aan zo'n broekje vast.
met opbergvak. Voor hondenfluitjes, snoepjes en dergelijke. Of zit die ergens anders? De 200 hondenbelletjes, ja. Dankjewel. Sheila van de Heusgroep. Dank je. Het kost wel even geld. Dus als je ook zo'n belletje wil, misschien kan ik het regelen. Misschien is het niet groot. Ben je nog geweest, Bart? Jij aan die kant? Jij aan die kant. Goed. Eentje schuiven en dan ben zij er weer. Ideaal. Bij deze wil ik jullie weer hartelijk bedanken dat jullie weer oud en vertrouwd hebben gekeken naar mijn vlogkanaal, naar mijn YouTube en naar mijn filmpjes. Reis allemaal door. Vind je deze filmpje nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En laat een leuke reactie achter. En doe het belletje aan, want dan blijf je sowieso op de hoogte. Ik zou zeggen, tot mijn volgende vlog maar weer.